O lieve Yahushua HaMashiach, ik accepteer u nu als mijn Heer en Verlosser. U bent de God waar ik van hou. Ik geloof dat u de prijs betaalde voor mijn zonden op Golgotha. U stierf en stond op uit de dood op de derde dag. Ik vraag u om in mijn hart te komen, om me mijn zonden te vergeven. Was mij schoon van alle ongerechtigheid. Het spijt me dat ik gezondigd heb en ik keer weg van die zonden. Dank u dat u mij vervult met uw Heilige Geest en dat u mij het verlangen geeft om u te dienen alle dagen van mijn leven en uw leven in mij leeft. Yahushua, zodat u verheerlijkt zult worden. U voor het verlangen dat u mij geeft om uw Bijbel te lezen. Geef mij de wijsheid om het te begrijpen. Dank u dat u van mij houdt. Dank u voor het redden van mijn ziel, zodat mijn geloof groeit en ik op een dag met u zal zijn in de hemel. Vul mij met uw Heilige Geest nu en verlos mij van de boze in uw naam, Yahushua, bid ik. Help mij, Yahushua, om te onthouden dat allen hebben gezondigd en tekortkomen aan de glorie van Yahweh. En dat u kwam om ons zondaren te redden. En dat is waarom u de redder genoemd wordt. Amen. Lees dit gebed opnieuw. Dit keer niet met hoofdkennis, maar met heel uw hart. Geloof het met geloof. En onthoud, Yahushua is niet alleen God, maar Hij is uw beste vriend. Hij geeft zoveel om u. Hij houdt zoveel van u, net zoals u bent. Hij haat zonde, maar hij houdt van u, de zondaar. Yahushua betaalde de prijs voor uw zonden. Nu hoeft u zich niet meer schuldig of veroordeeld te voelen. Belijd uw zonden aan Yahushua. Noem uw zonden, daarna vertel hem dat het u spijt. Vraag hem om u te vergeven van al uw verleden en huidige zonden. Een zonde is alles dat u heeft gedaan of aan het doen bent dat een heilige God Yahweh niet behaagt. Niemand is perfect. Onthoud dat. Leer om heilig te leven, alle 10 van Gods geboden te onderhouden door de kracht in Yahushua's naam en bloed. Het is niet mogelijk om op eigen kracht heilig te leven zonder de kracht in zijn bloed, naam en Heilige Geest zalving. Lees het Nieuwe Testament en kom te weten wie Yahushua is. Lees Johannes 3:16. De Bijbel zegt ook dat u hem moet belijden als Heer en Redder, zodat hij u zal belijden voor de Vader Yahweh. Hij is herrezen uit de dood en is nu gezeten aan de rechterhand van Yahweh in de hemel.
Leer Yahushua kennen. Lees Johannes 17:3. Eeuwig leven betekent Yahushua te kennen. Dit begint nu. Schaam u niet voor Yahushua. Hij schaamt zich niet voor u. Vertel iemand dat hij Yahushua van Golgotha en Nazareth heeft geaccepteerd deze dag. Alle engelen in de hemel zijn vreugde aan het vieren. Laat ons vreugde vieren met u. Indien u een pastor nodig heeft, we hebben er meer dan één. Welkom tot de familie van Yahushua. We zien er naar uit om u in de hemel te ontmoeten, indien niet op aarde. Contacteer ons en laat ons weten wat betreft de gave van het eeuwig leven die u zojuist heeft geoven van onze kostbare Yahushua Messias.